Goedenavond kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, commissariaat Noordoost staart hulppakketten in Paramaribo. DC Paramaribo Zuidwest gaat in op noodhulp aan burgers. Ministers geven reactie op begrotingsbehandeling. En Defensie roept gepensioneerde militairen op zich te vaccineren. Het districtscommissariaat Paramaribo Noordoost heeft een aanvang gemaakt met de distributie van noodhulppakketten aan burgers die zwaar getroffen zijn door wateroverlast en de gevolgen van de COVID-19-pandemie. Alle noodzakelijke werkarmen van de overheid zijn in stelling gebracht om deze noodhulp goed te laten verlopen. Kijkt u met ons mee. Ja, dus het is vandaag 24 juni en het is donderdagochtend. We zijn begonnen rond 8 uur vanochtend hier in het resort Welgelegen. En mijn collega en ik, Javinde van Zuidwest, districtscommissaris Javinde van Zuidwest. Wij hebben samen de regering ondersteund hier in het resort. Vandaag is de kick-off ook in Paramaribo, in het resort Welgelegen. Maar het is de bedoeling dat we alle 12 resorten zullen bezoeken, waarbij de regering heeft gemeend, de verschillende ministeries, ROS, Defensie, sociale zaken, om de mensen in nood te voorzien van een pakket met levensmiddelen. En het bestaat uit een grote zak rijst en een behoorlijke zak met andere levensmiddelen om acute hulp te bieden aan zij die getroffen zijn door de enorme watersnood. Dat weten we al een paar weken. En natuurlijk ook de COVID-situatie die maar voortschrijdt te duren. En we proberen als regering daar zo snel als mogelijk een helpende hand te bieden. Hoe is de inzet van de regionale organen, gemeenschappen, hebben jullie allemaal in het veld? Nou, zoals u heeft gezien, heeft u behoorlijk wat mensen op de been gezien. We hebben de mensen van Defensie, de militairen. We hebben natuurlijk de mensen van de bestuurdienst hier. We hebben de resortsraadleden hier. We hebben de districtsraadleden hier. Dus het is nogal wat. Het is een gemengde actie vanuit verschillende actoren die toch gehoor hebben gegeven aan de oproep van de regering om zo snel als mogelijk te helpen met de distributie van de levensmiddelenpakketten. In Paramaribo is gisteren, en wel in het resort Welgelegen, een aanvang gemaakt met de distributie van noodhulppakketten. Dit om de burgers die getroffen zijn door de gevolgen van de COVID-19-pandemie en wateroverlast enigszins tegemoet te komen. In dit kader hebben wij een gesprek gehad met de DC van Paramaribo Zuidwest, Fulgens Javinde. Van Paramaribo Zuidwest, dat is de heer Javinde. U bent ook hier aanwezig bij de aftrap van de distributie van noodpakketten in het resort Welgelegen. Wat kunt u de kijkers allemaal vertellen over de bijdrage vanuit uw commissariaat? Wel, goedemorgen van mijn kant. Oké, vanuit mijn bijdrage. We zijn gisteren. We hebben gisteren bij de gehad van Bureau Unite dat ze vandaag gaan starten in Welgelegen met een pilot met voedselpakketten. Dus ik ben hier met marktleiders, BBR en zo. Ja. Hoe belangrijk is het voor u om dit project te ondersteunen? Het is heel belangrijk vanwege de COVID-situatie en de economische
crisis in het land, is het heel belangrijk dat we die mensen tegemoet kunnen komen met een voedselpakket. Wat kunt u zeggen over de voorbereiding met uw ondersteunend team? Zo. Voorbereiding. De voorbereiding is goed geweest. We hebben een paar dagen erover gesproken, samen met mijn team. Wat we zullen doen en wat onze bijdrage zullen zijn. Dank u wel. Tijdens de begrotingsbehandeling is de regering in de tweede ronde ook aan het woord gekomen. Het buitenlands beleid is meegenomen in de debatten die gevoerd zijn tussen de assembleeleden en de regering. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking gaat in op een aantal zaken. We zijn gestart met een situatie waarbij we een land hebben overgenomen dat was opgebouwd op basis van leningen die constructief werden gebruikt, grote leningen die niet werden ingezet voor de productiesector. Want op zichzelf leningen zijn goede zaken als je het goed gebruikt. In onze opvatting zijn deze leningen niet goed gebruikt. En daarom zitten we nu nog opgescheept met die 4 miljard aan leningen die we moeten terugbetalen in buitenlandse valuta. Ik wilde dat benadrukken en het is geen terugkijken, maar dat is gewoon het startpunt vastleggen. Het tweede wat voor mij vanuit mijn ministerie belangrijk is, dat vastgelegd moest worden en dat iedere keer weer terugkomt, is de slechte reputatie. Het slechte imago dat we hebben gehad in de wereld als land. En dat zijn de twee startpunten voor mij geweest om een bijdrage te leveren aan een stukje verbetering. Voor wat betreft onze imagoverbetering heb ik aangegeven dat we een groot deel van wat in de jaarreden van de president was vastgelegd en in het regeerakkoord, dat we dat voor 80% hebben gehaald. Dus eigenlijk voor het grootste deel. De rest zijn we mee begonnen. We hebben nog niet afgerond. We hebben de belangrijke relaties in de wereld hersteld met de Verenigde Staten, met Nederland, maar ook met Frankrijk. We hebben de relaties met Guyana, onze buurland, maar ook met Brazilië verstevigd. En zo zijn we voortgegaan op elk continent. Met China, met India, met Indonesië. Ik heb de afgelopen maanden enorm veel tijd besteed om mijn collega's van buitenlandse zaken te spreken en ze op de hoogte te stellen van de nieuwe wind die er waait. En dat heeft allemaal tot positieve reacties geleid. Dus we hebben veel bereikt. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport vervult een belangrijke rol binnen het regeerbeleid. Vanwege deze verantwoordelijkheid is benadrukt wat dit ministerie allemaal doet en hoe de diverse vraagstukken worden aangepakt. Minister Gracia Emmanuel legt in grote lijnen uit hoe haar ministerie het beleid heeft helpen uitzetten. Het ministerie heeft natuurlijk een belangrijke rol in het geheel en dat is met name vanwege het regionale karakter van het ministerie. We hebben alle districtscommissariaten vallen onder het ministerie en met de decentralisatie gedachte van het ministerie hebben we dus zodoende getracht om een belangrijke bijdrage te leveren in het geheel. En in het herstelplan is ook dan meegenomen de verschillende projecten die we willen ontplooien in samenwerking natuurlijk met de verschillende werkarmen van het ministerie over in de kustvlakte, maar ook in het binnenland. Duidelijk minister, eerder dit jaar op maart 31, 2021 zijn de districtsplannen aan u overhandigd conform artikel 52 van de wet op regionale organen. Decentralisatie is heel belangrijk.
om dat alles te realiseren, wordt het meegenomen in deze begroting, alle plannen? Feitelijk niet. Het is komend jaar. Waarom? We leven al in juni en we hebben dus enkele maanden nog te gaan in 2021. Het is goed dat we dus nu gaan naar 20, de begroting. Dus dit wordt meegenomen naar 2022. Ook het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft de nodige vragen gehad tijdens de behandeling van de begroting over het dienstjaar 2021. Minister Reshma Kuldeep Singh legt uit dat ondanks de uitdagingen die haar ministerie heeft, er toch zaken zijn uitgevoerd in het belang van de beleidsgebieden waarvoor zij verantwoordelijk is. De bewindsvrouw over de begroting van 2021. Zeker ik als minister heb als prioriteiten te kijken hoe wij werkgelegenheid, mensen aan het werk kunnen krijgen. Daarvoor hebben wij een onderdirectoraat arbeidsmarkt waar wij nu werkgelegenheid hebben bijgesteld of aangesloten erbij. En daar, van daaruit proberen wij zoveel mogelijk, kijk, het is een voorbereidingsfase. We hebben onze vacaturebank, dat eigenlijk het is arbeidsbemiddeling heette in het toentertijd. En het was eigenlijk een beetje gaan stilliggen. Wat we nu hebben gedaan is dat wij nu richting modernisering gaan. Kijk, we zijn 11 maanden nu, ben ik minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. En in 11 maanden kan je niet alles doen. Je bent nog steeds in een voorbereidende fase. Omdat je eigenlijk toen je als minister kwam, was je kas leeg. Je had niks om te beginnen. Dus nu langzamerhand, nu wachten we op de begroting, deze begroting die goedgekeurd wordt, zodat we kunnen beginnen. En ik moet wel zeggen dat wij als ministerie met dat klein beetje of bijna geen geld dat wij hadden, dat wij wel heel wat resultaten hebben bereikt. Ik moet u zeggen, het moderniseren van de vacaturebanken, gesprekken met VSB, met ASFA, met bedrijfsleven, om hun sollicitaties bij ons te doen, die match die we maken met bedrijven en vanuit de vacaturebank mensen een baan kunnen krijgen. Dus dat soort dingen hebben wij al lang opgepakt. Daarnaast zijn wij nu bezig met het DNTF-programma, waarbij jongeren kunnen 125 jongeren kunnen een training volgen gratis vanuit het ministerie. Het is een grant geweest vanuit CDB. Waarmee we bezig zijn, BMTF. Dus kijk, het ministerie is al heel erg bezig met jeugdproducties. We zijn bezig met deze COVID-situatie. Ga je niet fysiek kunnen gaan op het veld om de jeugd tegemoet te komen. Je gaat het moeten doen met voorlichting. Je gaat het moeten doen met videoproducties. Je gaat het moeten doen met van activiteiten, virtuele activiteiten. Dus daarmee zijn we bezig. Minister Krishna Mathura van Defensie doet een beroep op ex-militairen om zich te beschermen tegen het coronavirus door zich te laten vaccineren. De bewindsvrouw bracht donderdagochtend een bezoek aan de Stichting Reïntegratie Ex-Militairen, waar een prikpunt speciaal voor deze groep is opgezet. Een groot deel van de ex-militairen valt vanwege hun hoge leeftijd binnen deze risicogroep. Akovitsiki Nawantakrusiki, niet ieder overleeft het. Het laat je naar adem snakken. Met het vaccin hebben we nu een middel, dus Nuwakti Langa. Te veel levens zijn al verloren gegaan en wij willen niemand meer verliezen, benadrukte de bewindsvrouw. Zij voegde eraan toe dat COVID-19 als vijand voor de mens gezien moet worden. De ex-soldaten hadden gedurende hun actieve dienstjaren de taak om te strijden tegen de vijand, om zo het land te beschermen. Het is nu tijd dat jullie ook strijd voeren tegen het COVID-19-virus, aldus minister Mathura. Als bewindvoerder op het ministerie van Defensie is minister Mathura al geruime tijd bezig personeelsleden aan te moedigen om het COVID-prikje te nemen. In de komende weken zal zij zich blijven inzetten om militairen te motiveren om zich te laten inenten. De bewindsvrouw doet een beroep op ieder om zich niet te laten afleiden door onjuiste informatie van derden. Het AstraZeneca-vaccin is goedgekeurd door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en is veilig.
Kijkers, we zijn aan het einde gekomen van Focus. Bedankt voor uw aandacht en ik wens u een prettige kijkavond verder. Goedenavond.